Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Dat is iets waar je een paar wedstrijden tussen komen. Momenten dat het echt top is, andere momenten dat het energie te langzaam. Lawaai in het veld. Ja, dat zijn. Dan moet ik de jongens even scherp houden. Hé, jongen, hoi! Mooi, hè? Rad jongens, hè? Maar dat is wel iets wat terugkomt. Hè? Tempo erop. Dus we hebben ook trainingsvormen met bal aan de zijkant. En waar ballen binnen 3 seconden weer in moeten. En tempo erop. Want anders kan de tegenstander steeds terug. Nou ja, dat zijn wel belangrijke dingen voor ons. Hè? Ja, want anders heb je tegen iedereen moeilijk. Nou, gewoon eerlijk. Dat is zo. Wij zijn, dat heb ik al vaak gezegd, een hele normale groep met normale jongens. En is dan de opstelling in de tweede helft ook waar je aan denkt richting Dordrecht? Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar dat weet ik nog niet, omdat wij wat blessures hebben. Maar dat lijkt allemaal wel goed te komen, hoor. Maar dan doen we gewoon een opstelling waarvan we denken dat we kunnen winnen. Gewoon knijterhard te werken en daar ligt ook mijn kracht. Of ik nou op het middenveld sta of aan de zijkant of in de spits. Ik probeer een bepaalde energie op het team over te brengen. Waardoor ik een goed signaal afgeef en misschien anderen ook mee kan nemen. Daar ligt gewoon mijn kracht. En tweede helft zie je dat we enorm goed aan het voetballen zijn weer. En dan wordt het ook een stukje leuker. Yeah. Ja. Nou zag ik je wel een paar keer heel hard balen die tweede helft. In Helmond. Ja, zeker. Kijk, weet je wat het is? Je werkt gewoon ontzettend hard voor het team. En als je jezelf dan beloont met een goaltje, dan ga je nog wat lekker de bus in. Ik had 3 doelpogingen die er echt in moesten. En dat zit dan net even niet mee. Maar kijk, dat ik in de positie kom, zegt genoeg. Nu nog even het juiste gevoel ervoor vinden en dan komen de goals vanzelf. Hij kan linksback, linkscentraal. Linkscentraal kan hij heel aardig. Kan goed voetballen. Maar hij is ook een verdediger. Snel, goed in de duels. Een jonge gast. Wil leren. Een type denk wat bij onze club past. Hè? Waar je goed moet voetballen. Maar ook echt goed moet kunnen. Ja, altijd je inzet hebben. Dat hoort bij deze club. Nou, en daar is hij goed in. Ja, het zou ook... Ze tijd hebben dat ik moet wennen aan het spel hier en de looplijnen. Daar gaan we ook voor zitten met beelden en zo. En ik hoop dat ik zo gauw mogelijk dan ook in de basis begin en kan uitgroeien tot een grote man hier. Ik loop een beetje.